welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb zojuist outfitfoto's gemaakt van deze nieuwe set van Tante Betsy, van de Apple Grain Petrol. En ik bedacht me dat ik nog een aantal nieuwe jurkjes heb die ik jullie nog niet in een video heb laten zien van de eerste lezing. Dus ik dacht, ik ga meteen even een tweede pasvideo opnemen. De tweede levering van Tante Betsy komt komende week binnen. Ik denk dinsdag. Ik denk dat deze video ook dinsdag online komt, dus dat is van vandaag. Dan komt de tweede levering binnen bij de verkooppunten. Er zit ook weer heel veel moois bij. Maar ik dacht, voor het zover is, laat ik jullie nog een aantal items zien van de eerste levering. Want er zitten ook nog hele mooie items bij. Ik draag nu dus de Apple Grain Petrol met oranje appeltjes. Superleuk. Dit is een blouse met een rokje. Nou, de blouse is het bekende model van Tante met de knopen en de retro kraag. En het rokje is de flap pocket skirt met echte zakjes erin. Dus ik heb deze ook nog, het rokje ook nog in het roze en nog een jurkje in de roze print. Ik zal het zo even opmeten als ik me ga omkleden, want ik heb dit vanochtend aangetrokken, dus ben ik vergeten om de afmetingen op te meten. Ik draag alle items die ik nu aan heb in een maatje kleiner, in maat M. Ik heb ook nog de legging aan. Die zal ik trouwens ook nog even zo laten zien, want dat is echt een hele fijne legging van Tante dit seizoen. Ik draag dus allemaal een maatje kleiner. Ik had het eerst in maat L gewoon gepast, maar dat was gewoon echt allemaal te groot. Dus ik weet niet of dat ik nu zelf misschien nog wat smaller ben geworden of dat het groot valt. Dat zal ik zo wel, blijken uit de afmetingen. Het rokje viel sowieso groot, want ik had de L vergeleken met een L van afgelopen winter en dat scheelde wel 1,5-2 centimeter. Dus, ik draag er dus de high-waist legging bij in de kleur groen. De legging is van viscose. Het jurkje en het rokje zijn gemaakt van bio-katoen in de wat dikkere uitvoering. Er zijn een aantal stoffen dit seizoen in de wat dikkere uitvoering. Gewoon een hele fijne stof. En het draagt ook heerlijk dat biologische katoen. Ik vind dat je echt wel verschil merkt, dat het gewoon wat zachter en soepeler is. Ik zal ook nog even de legging laten zien, momentje hoor. Zo, ik doe het even zelf, niet de allercharmantste pose, maar goed, ik dacht ik laat mijn rokje maar even aan, want daar wil ik jullie niet mee afstikken. De leggings hebben dit seizoen een iets ander model, het is een high-waist legging. Ze hebben geen elastiek meer hier, maar gewoon een hoge band die lekker hoog valt. En daardoor minder tekent onder jurkjes. Dus dat vind ik echt aanraden. Dus ik heb deze in het groen en in het roze. Maar ik denk dat ik nog wel één of twee kleurtjes erbij ga bestellen. Ik ga nu even een ander jurkje aantrekken. Daar ben ik weer. In Dress Betsy Fleury in het groen. Ik heb hem vandaag, staat de gele versie online. Die heb ik jullie al laten zien. Maar ik heb inmiddels ook de groene bij besteld. Want die vond ik ook gewoon echt te leuk. Ik had nog even die rokje en de blouse opgemeten net. De rokje heeft een tie-hem van 41 en de blouse een oksel van 47. Dus dat is dan in maat M. Dus die valt echt wel gewoon een maatje groter. Deze heb ik wel in mijn eigen maat aan, in maat L. Deze heeft een oksel van 46 centimeter en een lengte van 100. Ik heb hem hier. De knopen waren dichtgestikt tot hier. En ik heb hem nog wel even tot hier zelf dichtgestikt, provisorisch, want normaal doet mijn moeder dat. Maar goed, dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. Dus ik heb hem aan de achterkant zelf even dichtgestikt, omdat hij anders toch open ging staan. En hier twijfel ik nog over. Ik denk dat ik hier misschien nog of een knoopje bij ga zetten. Of een drukkertje. Zo met een legging eronder kan het wel. Maar met blote benen vind ik de split wel erg gewaagd. Nou, Dress Fleury is echt een super schattig retro bloemetje. Jullie kennen haar misschien al wel. Ze is dus verkrijgbaar in het groen, in het geel en ook nog in het roze. De roze is ook echt super leuk. Maar goed, ik moest de keuze maken. Je kunt nu helemaal niet alles hebben. Ook deze is gemaakt van de wat dikkere katoen. En het draagt gewoon super fijn. Heeft een witte achterkant. Daardoor komen de kleuren gewoon veel mooier, veel helder over. En deze valt gewoon, de Dress Betsy, die kennen jullie inmiddels wel. De reden waarom ik deze groene er nog bij heb gekocht, is omdat ik dit jacket al had. En vlak voor de coronacrisis begon, had ik een surprise party voor een van mijn jurkenzusjes, Jacqueline. En die liet toen we daarna nog in de winkel gingen kijken,
zag ik bij haar de combinatie met dit jacket en die is gewoon zo super gaaf. Dus toen dacht ik van ja, ik moet de groene er ook nog bij hebben. De jacket draag ik in maat XL volgens mij. Ja, die draag ik in maat XL. Die heb ik altijd een maatje groter. Deze zijn dit seizoen ook gemaakt van biocatoen en dragen daardoor super fijn. En zoals ik in de vorige video ook al vertelde, de mouwen van de jackets zijn dit seizoen net iets ruimer. Afgelopen winter waren ze best wel, best wel krap bij de armen. Dat merk je vooral als je net uit de was komen. Dit jaar vallen ze gewoon net iets ruimer en ja, hebben ze deze gave kleur inzet hier. Gewoon een super gave jacket. Ik heb hem inmiddels in twee kleuren en het lange vest heb ik in één kleur. Die laat ik zo nog eventjes zien. Dus dit is Dress Betsy Fleury. Met een mooie roze knopen. En ik zal het even laten zien. De roze biesjes hier. Gewoon een... ik heb niet zo netjes gestreken, zie ik. Echt een heel vrolijk jurkje. Zo kunnen jullie mijn roze haar ook zien. Ik heb vanmorgen vroeg weer roze plukjes in mijn haar gezet. Zodat ik er weer een beetje frisser uitzie. Ik ga naar het volgende jurkje. De volgende is weer een Dress Betsy en dan in de apple grain print. Dus hetzelfde printje als het rokje en het blouseje. Maar dan in het roze. Deze is er ook nog in het zwart. Dan zijn de appeltjes paars. Die is ook heel leuk. Maar ja, ik vond de roze en de petrol vond ik gewoon het allerleukste. Deze heeft dan groene knopen en ook groene biesjes zoals je ziet. En hiervoor geldt hetzelfde als voor de, Dress Betsy Fleury. Ik heb, hier heb ik het nog een stukje zelf dichtgemaakt om te voorkomen dat het open ging staan. Deze draag ik ook in mijn eigen maat, maat L. Die heeft een okselmaat van 47 en een lengte van 101. Dat is dus net een centimeter langer dan de Fleury, maar goed ja. Het blijft natuurlijk handwerk, dus zo'n verschil kan altijd voorkomen. Ik wil jullie even de legging laten zien, maar dan ga ik even het rolluik dicht doen, want dat is niet zo charmant. Kijk, ik dacht ik laat jullie toch nog even de legging zien hoe die in zijn geheel valt. Lekker hoog, gewoon aan één stuk en dan met een brede band. Hij knelt ook nergens. Dus hij draagt gewoon super fijn. Met elastiek heb je nog wel eens dat het gaat knellen hier of dat je... dat je dat echt zo'n rand ziet hier. Maar ik zal het even laten zien in het jurkje. Kijk, hier valt het gewoon mooi, mooi weg. Alleen ze vallen dus wel net iets ruimer, vind ik. De viscose die gaat ook een beetje uitlopen tijdens het dragen. Dus ik heb de leggings heb ik in een maatje kleiner. Nou, die apple grain print is er dus in Dress Betsy. Een rokje, een blouse. En dan is er ook nog Dress Maria van. Dat is met een wat wijdere hals, een striklint en hele leuke pofmoutjes. Alleen dat model, dat was het gewoon niet zo bij mij. Dat stond mij niet zo mooi. Dus ik heb voor Dress Betsy gekozen. Dat is gewoon altijd, altijd goed. Zoals ik al zei, ja, nu draag ik nog met een legging. Maar misschien vanmiddag kan de legging al wel uit. Want het wordt vandaag heerlijk weer. Dus ja, ik ga nu nog even het roze rokje laten zien. Zo, daar ben ik met een roze rokje in de apple grain print. Dat is hetzelfde als de Dress Betsy die je net zag. En hierop draag ik de nieuwe Dolly top. Echt een super fijn shirtje. Ik had er gewoon eentje besteld om eens te proberen. Ik zal even laten zien hoe het hier valt. Het heeft een hele mooie ronde hals. En dan hier een leuk strikje en fijne kapmoutjes. Deze is ook gemaakt van biologisch katoen. Draagt super zacht. En ja, het is een hele soepele stof. En ik vind het altijd wel mooi in de zomer als... ja, als de mouwtjes gewoon net over de schouder vallen, dan vind ik het toch wat netter voor bijvoorbeeld na het werk. Het rokje draag ik dus ook in maat M. De Dolly top draag ik wel gewoon in mijn eigen maat, in maat L. Die heeft een oksel tot oksel van 46, valt wel iets aansluitend. Dus ja, als je er wat ruimer wilt, dan kun je beter een grotere maat bestellen. Of één maatje groter bedoel ik. Ik heb deze dus in het roze. En daarnaast ook nog in het paars. Vond ik ook wel een heel leuk... een heel leuk kleurtje. Ze zijn er in verschillende effe kleuren. Ze zijn er ook in een aantal printjes. Weet ik zo even niet uit mijn hoofd.
Van de week komt sowieso de manga shirtjes, die zijn ook in dit model en dan met een super gave opdruk. Dus dit vind ik echt aanraders, die Dolly Top. Zal ik ook nog even mijn lange vest laten zien. Dat is deze. Die heb ik in het zwart. Deze valt trouwens ruim, die heb ik in een maatje kleiner. Dus de sporty jackets heb ik altijd in maat XL. En deze heb ik in maat L genomen. Stond ook op de website van Tante aangegeven. Deze heeft dan ook dat die oranje streep aan de zijkant. Kijk, die valt gewoon mooi zo. Ja, de lange vesten vind ik gewoon, de korte vestjes draag ik graag, maar ik vind de lange vesten ja, ook gewoon heel fijn om te dragen. Heb ik inmiddels ook een aantal van in mijn kast hangen, maar die heb ik gewoon nooit genoeg. Dus ja, deze heeft dan, kijk hier de witte streep op de boord en dan hier de oranje met witte streep. Op de achterkant is ze gewoon effen. Nou, dat was het volgens mij. Ik heb je volgens mij alles laten zien wat ik nog nieuw heb gekocht de afgelopen weken. Ja, vandaag of morgen komt dus de tweede levering, of eigenlijk de derde levering. Want de Fleury en de Apple Grey, dat was een tweede levering, een soort tussenlevering. Dus vandaag of morgen wordt dat bij de verkooppunten geleverd. En bij Tante Betsy zelf zal het dan over ongeveer 2 weken... zo'n beetje volgen. Er zit ook weer heel veel moois bij. Daar kijk ik ook echt naar uit. En als het doorgaat, dan ga ik, dan komt Bouke van bij Tante Pollo op naar mij toe. En dan gaan we helemaal coronaproef toch een pasvideo opnemen. Want ik heb hier, ik heb hier genoeg ruimte zoals je ziet. Dus we kunnen makkelijk 1,5 meter afstand houden. En ja, we vonden het allebei toch wel erg leuk om foto's te laten zien aan jullie. En ik heb bedacht om misschien dan ook al meteen foto's en een pasvideo op te nemen. Maar we moeten even kijken of dat allemaal gaat lukken. Dus dat ga je vanzelf zien. Ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En van een aantal, of van één jullie heb je al een outfit artikel gezien. De Apple Grain Petrol blouse en rokje heb ik net op de foto gezet. Dus die volgt binnenkort. En de andere items, ja, die zul je ook binnenkort nog wat terugzien, maar onder deze Dolly Top. Dus mocht je vragen hebben over bepaalde items waar ik nog niet beantwoord heb in de video, dan stel ze gerust. En verder ga je me dus snel weer zien met de tweede levering. Bedankt voor het kijken. Doei!